en het is raak via Ricky van Wolfswinkel. Wolfswinkel scoort altijd op de eerste speeldag in de Eredivisie. En uit de kluts valt hij erin. En is het doelpunt daarvan van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel scoort. Hier van Wolfswinkel die heel slim positie kiest en zorgt voor 1-1. Dusman. Mensen voor het doel nu van Twente bijvoorbeeld tegen. Van Wolfswinkel scoort altijd op de eerste speeldag in de Eredivisie. Twee mensen hebben tot nu toe gescoord voor Twente dit seizoen. De ene is Pruppen met 3. De andere is Van Wolfswinkel tot nu toe met 1. En nu ook met tot laat al 2. Hier is misschien wel de eerste kans in de maat voor Twente. Via Vlap, goed teruggelegd van Wolfswinkel. En hij zit er al in ook. 32 seconden. Met de hoofdrol voor Vlap. Hulbert tegenover van Wolfswinkel. 1-0 FC Twente. Is er toch een doelpunt gevallen. Ricky van Wolfswinkel maakt hem. 5 inlopende mensen. Kwam net buiten de 16. De rookie komt als 6e speler daar ook nog bij dan. Pakken bal. Halve kopkant en het open bij de tweede paal. Van Wolfswinkel op de juiste plek. En daar is dan ook bij de standaard situatie voor Twente het doelpunt. Wolfswinkel, Sadilek, de plan aannemen en schieten. Dat schieten kan wel. Misschien kan wellicht nog. En uit de kluts valt hij erin. En is het doelpunt daarvan van Wolfswinkel. Uit een behoorlijke klutsituatie. De rookie. En van Wolfswinkel profiteert. Krijgt hij er ook in. Misschien met de hak. Hij probeert het al bij te zetten. Tegen zijn oude club. De fout achterin. Bij Utrecht afgestraft. Voor de oud-spits van Utrecht. Van Wolfswinkel voor de 2-0. Heel beheerst. En daarmee is de zegen toch wel binnen. Een cadeautje van Maus. Wiendal probeert van Wolfswinkel zijn concentratie te brengen, maar dat lukt niet. Onberispelijk binnengeschoten. En Houwer kan zijn eigen fout net niet herstellen. En zo leidt Twente met 2-0. Scoort hij tegen de club waar hij groot werd. Smal. Van Wolfswinkel. Doekie van Wolfswinkel doet het heel listig. En frommelt de 3-0 binnen. En weer staan ze te schutteren achterin bij Vitesse. En hier ziet Jan. Nu is er dan wat ruimte om snelheid te ontwikkelen voor Missie Jan. Snelheid heeft hij veel. De pagina van Wolfswinkel ook goed kort de hoek. Het is eigenlijk de eerste echte Twente flits. En het is raak via Ricky van Wolfswinkel. Rommelkom is niet op tijd. Ja, en dan is daar van Wolfswinkel en staat op. 1-0 voor Twente. Hier valt niks meer aan af te keuren. Van Wolfswinkel scoort. Er is Twente weer. Ik ben helemaal open. Op weg naar de tweede. Op weg naar 2-0. Van Wolfswinkel. Onder Drommel door. Je kan niet alleen maar blijven kijken naar de keeper natuurlijk. Dat is nog beter, voorwaarts naar Sadilek, mooi balletje, Vlap. Beetje geluk dat hij valt voor Brunet. Van Wolfswinkel. En 1-0 voor Twente. Zerouki. Limnios, schitterend gespeeld door Zerouki. Vlap is voor het doel. En hier Van Wolfswinkel, die heel slim positie kiest en zorgt voor 1-1.